Wat je nu ziet is dat we heel erg verschuiven naar de eindgebruiker en performance van de eindgebruiker gaan meten. We hebben heel veel datapunten waarmee we kunnen aantonen dat een gebruiker productiever is of niet. En of de experience van de gebruiker beter is of niet. We doen dat met Citrix Analytics. En onze effort rondom performance is met name om de gebruiker een betere ervaring en een betere experience te geven in een secure omgeving. We zien dat het aantal security attacks heel erg aan het toenemen is. We zien ook dat ze aanzienlijk geavanceerder zijn. Het is redelijk eenvoudig om bottechnologie te kopen op het dark web om een aanval in te zetten. En Citrix is een essentieel onderdeel van de security infrastructure voor onze klanten. Dat zijn we historisch geweest. We hebben dat gebruikt om het netwerk te beveiligen. We hebben dat gebruikt om applicaties te virtualiseren. En wat we nu doen is dat we dat ook toepassen op SaaS-applicaties, op micro-apps, op content, op data, etc. Ja, de boodschap die we mee willen geven aan klanten en aan IT-beslissers is dat vaak zie je dat als de investeringen in security toenemen, dat de experience voor de eindgebruiker afneemt. En als je de experience voor de eindgebruiker wil laten toenemen, dat je security profile vermindert. En wat wij doen is, we proberen dat patroon te doorbreken. Waarbij zowel de ervaring en de experience voor de eindgebruiker omhoog gaat, terwijl de beveiliging omhoog gaat. Dus als je investeert in security, wordt de ervaring voor de gebruiker ook beter. Dat is de key van Citrix Workspace. Channel partners zijn belangrijk voor ons en wat ik ze aan ze zou willen meegeven is, Citrix is heel erg partner georiënteerd. Ongeveer 98% van de omzet gaat via onze partners. En traditioneel zijn onze partners gefocust op het configureren van Citrix en de Citrix infrastructuur. Wat we met Citrix Workspace Intelligence doen is dat we een integratieomgeving aanbieden voor partners om oplossingen te bouwen voor onze klanten op een hoger niveau. Dat is een duidelijk value-add propositie in goed Nederlands, die we aanbieden aan onze klanten. En we hebben absoluut onze partners nodig om die integratie met die back-end systemen te doen binnen de nieuwe Workspace Intelligence functionaliteit.